Ik ben Sophia. Sophia, sorry dat wij u zo lang in spanning hebben gehouden. Gerrit heeft dus overduidelijk zijn blok gebruikt op Sean voor u. Dat wil zeggen dat hij u zo graag in zijn team wilt dat hij de kans al heeft afgenomen van Sean. Maar dit had ik eigenlijk totaal niet zien aankomen, want ik dacht dat ik de enige was die last minute nog ging drukken en toen drukte ineens iedereen. Ja, ja, dat gebeurt, hè. Amai. Kom op, Laura. Laat je nog even vertellen hoe het allemaal in elkaar zit hier, joh. Anyway, ik was helemaal onder de indruk. Je doet iets heel speciaals wat ik hier nog niemand anders heb horen doen op dat podium. Ja. En ik wil gewoon ontdekken met jou wat jij nog allemaal kan en wat er allemaal in dat meisje daar zit. Dus voilà, daarom heb ik gedraaid en toen draait er ineens iedereen. Thank you. Ik ga jou een... ik ben geblokt, dus wat ik ook zeg maakt niet uit, maar ik wil jou toch wel het compliment geven en een klein geheimpje vertellen. Teardrop van Massive Attack. Dat is een van de favoriete nummers van mezelf en mijn hulpcoach Jeroen Swinne. En al 5 seizoenen lang zoeken wij een kandidaat die dat kan brengen. En dat is echt niet makkelijk, want dat is geen vanzelfsprekend nummer. Dus moedige keuze, top gedaan. Thank you. Verdikken! Zoals Sean zegt, goede keuze van dit liedje. Ik vind het ook een heel tof liedje. Het is ook niet heel makkelijk om te zingen. Hoe jij het hebt gebracht is echt helemaal top. Ik vond het prachtig. Ik heb gewoon heel lang gewacht, omdat ik daar zin in had. En soms heb je er wel zin in. Zo is het af en toe. Ja, wij hadden er eigenlijk ook zin in om gewoon lekker lang te wachten. Ja. Ja. Ik kreeg bij jouw stem een heel bijzonder gevoel. Ik had een beetje het gevoel alsof er een soort engel aan het zingen was of zo. Af en toe verraste je me enorm door die lange, strakke noten die je gewoon loepzuiver zong. Ja. Dus ja. Ja, echt ontzettend goede auditie. Knap gedaan. Dank je. Ja. We willen het weten. Wie ga je kiezen? Wie je gaat kiezen. Had je al een keuze gemaakt op voorhand? Ja. En dat was Sean? Nee. Oh, sorry. Dan heb ik toch tenminste... Oké, okay, maar wie dan wel? Oké, ik ga gewoon met mijn originele keuze gaan. Ik ga voor K3.